Wij willen graag onze spreekbeurt houden over grondstoffen en gassen. Gassen komen in heel Nederland voor, maar het meest in Groningen. Voor de rest komt gas niet zo heel veel voor in Nederland. Behalve als ik een scheet laat, hè. Terwijl in de klas een spreekbeurt wordt gehouden, zijn op het schoolplein kinderen aan het buiten spelen. Ja, gas. Zo zijn die. Nee. Jana, ik rij zo. Stonk de vorige keer ook al zo naar ja, gas. Ja, weet. Hey jongens, nu is het goed, maar hieronder is het gas. Dit is een enorme grote gasbel. Vergeleken met deze gasbel is Groningen niks. We gaan hier waanzinnig rijk mee worden. Ja, kom jongens, we gaan onderzoeken wat hier allemaal ligt. Kom. Als ik op de gasapp zie, dat we een beetje in die hoek moeten zijn voor de gaspel. Kom op. Trek hier echt naar gas, mannen. Wat? Wat zeg je? Het trek hier naar echt gas, mannen! Wat zeg je nou? Het trek hier naar echt naar gas! Ja, oh, dat is juist goed. Dan kunnen we allemaal geld verdienen. Ja! Hey jongens, die buizen die heb ik er al stiekem in gedaan. Hey, weet je even met je iPhone hoe groot de gasfrequentie is daar? Ja. Wow, dit is echt waanzinnig veel gas. Hier kunnen we echt veel geld mee verdienen. Ja, het gaat zelfs door een gasmasker heen. Hé hey mannen, we gaan echt helemaal rijk worden. We hoeven alleen maar deze schoolweg te krijgen. De mannen gingen hard aan het werk om de school te laten sluiten. En in de klas was de spreekbeurt inmiddels afgelopen. Dit was ons spreekbeurt. Ik hoop dat jullie het leuk en interessant vonden. Nou jongens, ik vond het een hele leuke spreekbeurt, dus ik geef er een 8 voor. Oh, dankjewel. Een aantal dagen later kwam de directrice van de school zwaar overstuur naar de juf van groep 7 gelopen. Vreselijk, dit is echt vreselijk. Dus ik moet dit één gesprek met de juf van groep 7. Juf, ik heb echt vreselijk nieuws. Directrice, wat is er aan de hand? Is wel alles goed? Nee. Wat dan? Ah, de burgemeester wil dat school gaat sluiten. Juffrouw, gaat het wel? Juffrouw. Er staat dat de school voor een week gaat sluiten en dat een al het personeel wordt ontslagen en dat de kinderen maar moeten gaan werken. Maar we hebben recht op onderwijs. Wat is dit? Mag niet eens werken. Mag niet eens werken. Mag niet eens werken. Het slaat nergens op. Je mag niet eens werken op. Deze leeftijd. Wat is er gebeurd? Wat erg, ik hoor net dat hij wordt ontslagen. Verdorie, is ze weer flauw gevallen. Dit kan helemaal niet, we moeten naar burgemeester om te demonstreren. Een groepje kinderen ging naar het stadhuis om de burgemeester te spreken en ze lieten zich door niemand tegenhouden. De burgemeesterkamer is daar. We willen de burgemeester spreken! Jullie kunnen hier niet zomaar komen, hij is druk in bespreking. Dat boeit ons! Wij willen! Wat is er aan de hand, jongens en meisjes? Waarom wilt hij de school sluiten? De kinderen vertelden de burgemeester van de brief die hij had gestuurd waarin de school binnen een week dicht moest. Ik weet er helemaal niks van, jongens. Maar afgelopen 3 dagen kwamen wel 3 mannen met hem net te pakken. Ze zeiden ze wel dat ze de school willen hebben. Kom snel, we gaan naar de school voordat de directrice de contracten gaat tekenen. Ja, kom. Nou, dan zal ik maar gaan tekenen. Oh nee, ze zijn net aan het tekenen. Stop zo, het is een oplichterij. De burgemeester vertelde dat hij nooit de school wilde wegdoen voor een gasbel en dat hij was belazen. De school is gered. Ja! Yeah!